Wat weegt er nou zwaarder? Wegen pijnlijke prikkels zwaarder of plezierige prikkels? Nou, het antwoord van onderzoekers op dit gebied, het antwoord van de psychologie, is eigenlijk volkomen duidelijk. Pijn weegt zwaarder dan plezier. Psychologen zeggen, bijvoorbeeld in een heel mooi artikel, Roy Baumeister, een topper op dit gebied, die zegt bad is stronger than good. Negatieve prikkels hebben altijd meer impact op ons gedrag, op ons geheugen, op hoe we ons voelen, dan plezierige prikkels. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want het overleven vereist, zegt hij, dat we altijd alert zijn op negatieve prikkels. Positieve prikkels zijn gewoon minder belangrijk. Hij zegt ook, dat is een van de meest basale en belangrijke psychologische wetmatigheden. Pijn weegt zwaarder dan plezier. Als je dit nou weet, dan kun je een paar conclusies trekken als je met veranderen bezig bent. Er wordt bijvoorbeeld wel eens gezegd dat mensen helemaal niet van veranderen houden. En dat is dus niet waar. Zolang een verandering je van een pijnlijke naar een plezierige situatie brengt, vinden mensen het helemaal niet vervelend om te veranderen. Dus van pijn naar plezier, dat is niet zo moeilijk. Maar het probleem is natuurlijk dat er bij heel veel veranderingen juist pijnlijke prikkels komen kijken. Of dat er verlies bij komt kijken. Bijvoorbeeld verlies van zekerheid of verlies van status of verlies van een stukje autonomie. Dus dat is een eerste belangrijke conclusie. Probeer eens door die pijnbril naar veranderingen te kijken en realiseer je dan wat er eigenlijk gebeurt. Wie verliest er nou eigenlijk wat bij deze verandering? Wat is nou precies, als het om de medewerkers gaat, datgene wat ze kwijtraken? En wat hun dus blijkbaar misschien wel ontzettend blokkeert bij die verandering? Je zou kunnen zeggen, een tweede inzicht wat echt hierbij hoort en wat je ook echt moet realiseren, is dat als we praten over veranderingen, dat mensen ook in hun hoofd automatisch een lijstje maken van de voor- en de nadelen. Van de voor- en de nadelen van de verandering. En wat weegt er altijd zwaarder als je praat over de verandering en mensen zetten de voor- en de nadelen in hun hoofd of misschien ook wel op papier op een rijtje? Wat weegt er altijd zwaarder? De nadelen dus, dat hebben we net besproken. Wat je zou moeten doen als leidinggevende of als collega of als teammanager, is dat je niet alleen maar kijkt naar de verandering, maar je zou ook met elkaar op dezelfde manier de status quo moeten beoordelen. Je zou moeten zeggen tegen elkaar van wat zijn nou de voor- en de nadelen als we helemaal niks veranderen. We laten het precies zoals het nu is. Dan zet je ook de voor- en de nadelen zet je op een rijtje in je hoofd of op papier. En wat weegt er dan zwaarder? Ook de nadelen. Want de nadelen wegen altijd zwaarder dan de voordelen. Dus realiseer je, als je met veranderingen bezig bent, dat pijn zwaarder weegt dan plezier. Dat je dat in gedachten moet houden als je de verandering en de mensen die erbij betrokken zijn probeert te doorgronden. En realiseer je dat als je iets wil veranderen, dat je niet alleen maar de verandering zelf moet evalueren, maar ook altijd de status quo onder de loep moet nemen. Je de vraag moet stellen, wat nou als we niks veranderen? Wat zijn dan de nadelen? En dat kan een enorme duw in de positieve richting geven.